We zagen hier net voorbij komen, Bart, en we zagen toch wat strakke gezichtjes bij allebei de teams. En zo zien we ja, dat het toch nog een beetje afgepast is. Ja, we blijven tweede plaats in rijden voor het afstandste, maar het is niet nieuws. Oh, we zijn er, dames en heren! God me heer, je denkt iedereen de camera in de scherm voor, maar ik ben het om het verpakken worden door de buik. We hebben juist een kort lijntje gehad in Londen. De wetkantoren William Hill hebben een exact gelijke kwartering van 2-2.0 op alle teams. Dat betekent geen favoriete haar, geen wetkantoren, dames en heren. Dan hebben we in de finale spelen iedereen weer vanavond met de club op het podium. Zouden we over tips gesproken? De club in de Londen, in Londen, verschillen te schuiten. Een paar bonnen verschillen zijn tussen de nummers 1, 2 en 3. We hebben daarvoor gehad, wie staat hier op het podium? Een dikke prijs die je hier kunt pakken. Ook al kun je voetbal misschien net iets meer als het als deze kunt die hier in de finale staan. En hoe dit was toch was dit geen overtreding. En nu de bonus. Oké, dat is nog eentje en dan krijgen we die penalty voor het El Gran Canarias. En we gaan deze jongens en onderschepping en naar mij gesproken krijgt u bij een andere sport twee vingertjes die naar de grond blijven voor. Daar heeft nummer 22 het veld in gebracht. Dat is 2 miljoen en 3 miljoen heeft toch wel een de zijn bewezen. Dat is een knalschermen. Nee, hier kan ik niet overheen. Oké, een penalty is een penalty. Nee, het is een vrije trap. Nee, het is wel een penalty. We kruipen richting de rust, maar u weet, wat ineens was je net op een stuk, zonder dat iemand in de gaten had. Stel die kijkt rustig op, hij zegt hallo dames en heren, wordt hij met een balletje aangeboden, lekker balletje op draaien. Damien K, Stan de kop in voorwerk, maakt niet uit, mijn handen lopen kop, het scheelt me helemaal niks. Het haartje achterdoor en we gaan lekker verder. Stil hier van Damien, hij plukt hem uit de lucht, hij speelt hem niet neer, zo wel eens een mooie aaaaaaah. Nu heeft twee goede reddingen op zijn naam heeft staan. En daar werd er eventjes, goed zo, 1 het voordeel afgekeken en daarna toch even de voordeel en de toon overtreden gedaan. Ik heb een klein beetje zakken scherp zetten en een klein beetje Nee, respect voor een eventuele blessure. Daar dan niet ernstig. We hebben elkaar maar even gebruikt. Bij seconds van de eerste helft. Dus Martijn die wegdraait. Nu zit er wel lekker tussen, Samir, sorry. En hij denkt, ik heb hier zin om hier daar een beslissend doelpuntje te maken. Spektakel, maar we hebben nog een kleine 12 minuten voor de bank. En die gaat Samir over de flank. En hij doet een schaartje. Wat doet hij hier? Oh, net weer. Ja, we gaan dadelijk starten met de 22 minuten. Jeroen Koenen is de scheidsrechter die dit hier op een prima manier leidt. En we gaan kijken wat de tweede helft kan brengen. Jeroen Koenen al hier. En zo zien we in de finale wel dat er extra ballen langs de kant zijn, zodat het spel niet stil hoeft te liggen en dat we constant door kunnen gaan. Constant door te doen en de helft van achteraf opgebouwd hier voor El Gran Canarias. Bouwen, het spel, mooi jongen. Supporters zijn niet veilig hier wat hier allemaal gebeurt, dames en heren. Volgens mij komt het goed. En het gaat! Ja! Dat is 1-0 voor de Gran Canarias. Het lang van gaat lekker op lange afstand. En het spel is onderwaard. En vrienden zijn thuis niet lang ingaan, we zijn nu uit. Het spel moet ik hebben en gewoon laten zien. Ja, nu zal het spel gaan veranderen. Nu zal F3 zijn en uitgespullen moeten kruipen. En zullen ze op zoek moeten gaan naar nu gebruik maken. Om vanavond de wedstrijd weer te doen.
We zien dat Damian nog een keer op zijn rechter kunnen weer nemen en dan geen supporters wil laten, maar dat net wil laten vallen. Dat lijkt me verstandig. En we zien dat ze niet toch, we zien niet meteen ze gaan drukken, ze gaan op dit moment rijden, maar hij raakt naar vandaag aan gedaan. De scheidsrechter zegt helemaal niks, het was een dikke storm. Ja, en vergeet niet dat er nog steeds twee corners in het boekje van Jeroen Stijn, Jeroen Koenen. En dat Edrine Zijna nog een cornerbal een pingel krijgt. Dus daar zal ze nog een klein beetje kunnen spelen. Dat is misschien het makkelijkste om nog een grote rijke proefpunt te krijgen. Stijn is absoluut niet gebouwd om nog een corner weg te geven. Maar wellicht wil hij nog een keer zichzelf strekken om wat langer op te douwen. En we gaan kijken of ze dat de komende, ik schat 6, 7 minuten nog eens kunnen draaien. Ik wil zeggen dat ze er allemaal eens over komen, maar we hebben het over structuren, we hebben het over dingen die nog totaal niet relevant zijn. Maar het staat hier op scherp, het kan nog ieder moment gebeuren, het kan ieder moment hier plaats gaan vinden. Uit het niets, uit het boete, uit de grote toekenaars van wie dan ook, kijk de langbaan de keeper. Schets! En hij legt hem breed. Ja! Hey, Scheids! Joes! Joes! Met een lekkere loop
lijkt me dus. Ja, schaars is makkelijk veranderd. Dat is een lange trap. Via de dijbeen van het dijbeen van Danielle in onderkant Axel. En dus met ramen gelazen. Het goed en dat is wel aan. Hoe graag mensen hier met de bokaal huisraads willen gaan. Maar naar huis gaan we nog heel lang niet. Want over een minuut of drie gaat hier een fluitje. En bij geen gelijke stand betekent dat DJ neemt het over. En we gaan hier op meer dan tot zeker 1 uur. En we weten dat er nog iets geks gebeurt daarna. Maar goed, we spelen in de finale nog steeds 3-2 tussenstand voor R3. Ja, en moet of drie inderdaad nog en dan gaan we kijken wie heeft Uft El Gran Canaria zit alsnog gelijk in getrokken hier. Ze brengen het op het moment wel heel erg fel aan en we gaan kijken of Salim Mondenhuis niet lukt, of hij zijn trucendoos weer zo vertrekt. Hij is wel een paar aangevallen voor en we gaan even kijken, ja, hoe gaat hier iemand aan? Laatste minuut! Het gaat de kippen. Ja, en zet hem met 1-0. 1 penalty genomen, stand 0-1. Tweede penalty voor de Gran Canaria's. Heeft er iemand een naam? Nee. Links! Lekker binnen door het middenhoornbadje. En nu weer de druk bij F3. Ja, zelfs hier had stand geen antwoord op. Deze was gewoon strak onder de lat lag hier binnen. 11 Willem versus Stan. Ja, en Willem schiet er ook een strak binnen. Zijn vier penalties die we nog hebben. Eén die nog de werking heeft gelukt. Dus op dit moment Stan. En als deze niet zit, dan hebben we de winnaars. Ja, er zit door de zilver even een grapje nog. Thank you.